Goedemorgen, zorgen. We hebben weer eens haast. We moeten eigenlijk nu weg. We hadden al 5 minuten geleden weg moeten gaan. Want we gaan nu naar ons nieuwe huis en we gaan onze bedden in elkaar zetten. Samen met Leon. Yay. En helemaal zin in. Yes! We zijn gearriveerd in ons nieuwe huis met Leon. Woe. Die gaat ons helpen en Elise is nu al begonnen met stofzuigen. We moeten eerst, als we straks het bed hebben, moet het wel een beetje schoon zijn. Ja. Dus, we gaan zo beginnen. Maar jij bent daar heel erg goed in. Ja, ik ben ingehuurd als professional klusjesman. Ja. Maak je borst maar nat. Ja, I can't wait. Ik sta nu in de woonkamer en Leon is er ook al. Die is nu al begonnen met het bed in elkaar te zetten. En wat ging ik pakken? Oh ja, een schaar. Leon, ik heb een schaar voor jou. Top. Hey, jongens, daar gaan we. Oh ja, ik ga dit... Ik ga dit... Leon heeft me voorgesteld alles. Dat hij oh heeft. Ja. Kijk, een echte kabouterbok. Voor deze tuin met water. Want we hebben zoveel te bieden. Oh my god. Dit ziet er gewoon uit als een nightmare. Een nightmare, dit is gewoon Lego of Duplo voor volwassenen, echt waar. Maar echt? Ja, ik ga dat wel netjes neerleggen. Ja? Ja. Oké, top. Het is belangrijk om het netjes neer te leggen. Ja, precies. Anders heb je geen overzicht en puin op in je huis, puin op in je hoofd. Hé, wat een goede quote. Ik mag lekker alle moertjes en bouwtjes sorteren. Nou, daar ben ik goed in. Nou, dit is mooi gedaan, jongens. Ik ga heel even dat rek in elkaar zetten. Oké. Okay. We hebben namelijk even voor de time being, zeg maar zo'n... Zo'n rek gekocht. Totdat we echt normale kasten krijgen. Dus ik ga dat even in elkaar zetten. Dan kan ik al mijn kleren er alvast op hangen. Ik ben zo onhandig hiermee. Nou, Elise heeft 2 linkerhanden. Ja, ik heb echt 2 linkerhanden. Het is gewoon een gen wat ik mis. Ja. Een hersencel. Oké. Nou, we gaan even beginnen. Dit is mijn hem. Nou, ik ben ondertussen al mijn kleding aan het ophangen op rek nummer 1. Ja, ik moet echt nu zelfs rokjes en broeken gaan ophangen. Want we hebben natuurlijk nog helemaal geen kasten met lades of planken. Dus ik ga gewoon zoveel mogelijk ophangen. En ik heb 2 van dit soort rekken. En Viet ook. Ik hou van dit nummer. Ik ook. Ik weet niet waar het over gaat. Nee? Oké, dat vertel ik zo wel. Nee, nu. Het gaat gewoon over dat zij gewoon keihard is. Dat ze in ieder geval side to side loopt. Echt? Wat? Nee. Ja. Hoe weet je dat? Luister naar die tekst. Oh, ik heb nog nooit naar die tekst geluisterd. Daarom is Nicki Minaj hier ook aan meedoen, want zij is zo ranzig. I love it. Lunchbreak met salami en kaas. Fucking chill. Mathieu komt ook zo, de vriend van Leon. Heel machtig. Cheers. Cheers. Lekker. Hi schat. Ja. Nou, Mathieu is het ook. Die krijgt even net een tour. Ontwaakt. Ben jij net wakker? Ja. Je was 11 uur wakker toch? Ja, daarna lag ik op de bank. Oh, je lag gewoon de hele dag in bed? Op de bank. Ben je uitgegaan? Hij was de bloemetjes bij gezet in de bloemenbar. Dus kijk, ik heb Leon's schoenen aan. Ja, ik ben een typo, ja. Gewoon maat 48. Nee, 44 heb ik. Echt? Ja. Dit zijn leuke schoenen trouwens. Thanks. Waar zijn die van? Van Prada. Echt? Oh, in de sale. Oh ja, nee, maar dat verbaast me niks. Sale. Bij Mathieu. Maar we moeten even die lattenbodem doen. Ja. Oh ja, lattenbodem. Maar moeten we niet eerst de lades doen? Ja. Nee, eerst de lattenbodem verliezen. Oké. Okay. Moet ik helpen met... Wat doe ik in je jas? Alsof je dat meent.
Succes. We gaan nu we hebben ons verdeeld in teams. Elise en Mathieu gaan de latte bouwen. Maar dat is het rampenteam. Ja, en alleen wij gaan de lades. We gaan de lades doen. Wie is er eerder klaar? Ja, wij hebben 4 lades, jullie hebben 2 lattenbodems. Nou ja, ik weet wel wie er eerder klaar is. Ja, dat denk ik ook. Kunnen jullie beter? Maar lades lijkt mij makkelijker. Ja, sowieso. Is het ook hoor? Ja, dan. Nou, Elise is druk aan het klussen. Er zit wel al zeker een plank in. Ik ben 10 minuten aanwezig geweest en ik kwam net tot de realisatie dat ik om 4 uur op de werkvloer moest staan. Dus ik ga er weer vandoor. Nou, ik heb wel een steentje bijgedraagd. Nou, niks. Je hebt gewoon letterlijk niet eens een spijker erin gegaan. Gewoon alleen maar gelachen. Ondertussen ben ik druk bezig met deze lattenbodem. Hij is bijna klaar. Ik ben nu alle latten erin aan het doen. Ik heb even een schaar nodig om die latten ding open te maken. Oh my god. Ik word hier wel moe van. En Leon is echt de baas. Oh, ik moest ook zo lachen. Oh, Mathieu. Die gewoon hier letterlijk een kwartier was. Het ging hier weer vandoor. Het was helemaal geen zin in natuurlijk. Oké, het moment. Oh my god. Het moment van de waarheid. Het is 4 uur later en dit is het laatste onderdeel. En dan kan het matras erop. Oh my god. Nou, dit was me een bevalling, jongens. Unreal. Komt-ie hoor. Ja. Als jij die onder kan pakken. Die dat. Zie je als ze dit zo zet en dan heb ik het goed gedaan. Oké. Kijk uit al die shit. Oh my god! Oh my god! Oh! Ik durf het gewoon niet. Ik wel. Fuck it. Oh my god, hoe chill dit. Ziek. We hebben ook nog 4 lades in de bed. Oh my god, ziek. Accessoires. Leon is zijn handschoenen vergeten. Ja, en het regent ziek hard. Als ik iets irritant vind, is als het koud is buiten en mijn handen worden koud op de fiets. Ja, dat is het aller... Knijpen in je ding. Ja. En afwisselen, doe ik altijd zo fietsen. En dan weer zo fietsen. Ja, ik ook. Nou, ik ga nu een lesje Rowcycle geven. En daarna gaan wij eten in de Adamtoren met mama en Willem. Fucking ja, leuk. Lekker. En we zijn er nog niet geweest. Fantastisch. En Lee, jij moet repeteren. Ja, lekker Latin dansen. Oh, lekker salsa. Nou, ik ben net thuis. Ik ben me nu aan het opmaken, want we gaan natuurlijk nu uit eten bij de Adamtoren. En dat is echt best wel zo'n chic restaurant. Het is een ronddraaiend restaurant en heb je uitzicht over heel Amsterdam. Dus ik ben echt benieuwd. Ik heb er al heel veel over gehoord dat het super leuk is. Vita die is nu bij Rowcycle aan het lesgeven, dus die komt daar gewoon meteen naartoe vanuit daar. En ik ben aan het opmaken, aankleden. Ik weet niet wat ik aan moet eigenlijk. Fuck. Nou, dit is uiteindelijk wat ik heb aangetrokken. Panter met kanten truitje en een leuk jasje met allemaal haar erop en hakken.
net thuis, jongens. En het was echt, zoals je kon zien, we hadden een 7-gangen diner. Het was veel te ziek. We hadden gewoon allemaal van die smaakexplosiegerechten. Ja. Dat je echt gewoon zoet met zout en... Ja, van die hele aparte combinaties, maar wel echt heel lekker. Ja. En het was voor ons beiden de eerste keer. Ja. Ja, eerste keer Adamtoren. Nou, ik vond het best wel echt vet. Ik ook. Ja. Mijn lievelings was de coquille met truffel. Zo chill. Ja, mijn lievelings was de Wagyu steak tartare. Oh. Ja, die was niet normaal. Ja, bizar. In ieder geval, ja, we zijn nu thuis en we gaan nu slapen. Het is al vet laat. Ja. Dus we zitten ook helemaal vol. Ik hoop dat we kunnen slapen. Ja, inderdaad. In ieder geval, vergeet je niet te abonneren, te commenten en te liken. En dan zien we je morgen weer.